Enthousiaste vrijwilligers. Zij staan mee garant voor een boeiende aanbod. De cafetaria openhouden, maaltijden opdienen, uitstappen en activiteiten begeleiden, workshops geven. Hun takenlijst is lang en afwisselend. Een oproep van enkele maanden geleden voor vrijwilligers in dit schopje leverde niet minder dan 52 nieuwe geïnteresseerden op. In totaal werken we dinsdag met ongeveer 100 vrijwilligers. Zie je wel, uiteraard is misschien ook wel normaal, maar toch het grote verschil met de andere dienstencentra die we op dit moment hier hebben. Dit is werkelijk hut van hut hier. Een ander belangrijk punt, denk ik, dat noteren waard is, is het feit dat er een prima samenwerking is geweest tussen het OCMW, stad en de al vernoemde Lierse Maatschappij voor Huisvesting. Een mooi voorbeeld van hoe er samen iets kan gerealiseerd worden. En tenslotte, wat toch ook van groot belang is, dat is de ligging van dit nieuwe centrum, midden in de stad, dicht bij de Geinhof, dicht bij het uitgangscentrum, ook belangrijk voor de senioren, hè, want die gaan ook nog graag uit. Het feit dat we zoiets hebben kunnen realiseren, op een plaats waar al de andere dingen van onze stad, de geneugden van onze stad, binnen handbereik liggen, dat is toch ook een zeer groot voordeel voor die mensen, want in sommige gevallen is het wel zo dat zij ja, een beetje aan de buitenkant terecht kunnen, alleen maar dat is hier dus helemaal niet het geval. Zij zitten hier in het hart van onze stad. Ten slotte nog één belangrijke zaak ook, denk ik, is dat we door dat het OCMW door de aankoop van het busje een bustour realiseert tussen dit centrum en de andere antennepunten, zodanig dat iedereen die dat wenst, dat die ook naar hier kan komen op geregelde tijdstippen om te kunnen genieten van de dienstverlening hier. Ik ga het hierbij laten. Ik dank iedereen, architecten, uitvoerders, aannemers, al diegenen die hebben meegewerkt tot nog toe aan de realisatie hiervan. En uiteraard, want nu moet het werk ook beginnen, voor onze heel veel vrijwilligers die we weer zullen moeten inschakelen en die we kunnen inschakelen en die we daar uiteraard zeer, zeer dankbaar voor zijn, want zonder hen zouden we dit ook niet kunnen werken. Dank aan iedereen
En dan gaan we nu, zoals Marlena heeft gezegd, het heel plechtige ding ook doen met dat hoort er ook bij. Dank u wel. Is hier wifi? Dat weet ik niet. Wifi? Dat weet ik niet. Dat zou wel. Zouden ze het voorzien van de studie? Ja, helemaal. Ja, dat is echt te benoemd. Ja, oké. Slag er nog mee. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel.